De Anton de Kom Universiteit van Suriname zet het accreditatieproces van de faculteit Wiskundige en Natuurkundige Wetenschappen voort. De opleidingen Scheikunde en Wiskunde van deze faculteit hebben al positief advies gekregen om geaccrediteerd te worden. Binnen 3 maanden moet dat traject zijn afgerond. De universiteit kampt echter met grote financiële problemen. Er zijn niet voldoende middelen om de uitgaven te dekken. Dit zei Jack Menke, bestuursvoorzitter van de universiteit, gisteren op een persbriefing. Menke geeft aan dat de universiteit ook bezig is samenwerkingen aan te gaan met instituten in het buitenland. We hebben eind vorige maand, het Confucius Instituut officieel geopend. En dat is een hele belangrijke ontwikkeling, omdat het ook dus die Zuid-Zuid-relatie die we met Aziatische landen, de grote Aziatische landen en in het bijzonder China, ik noemde daar net al India, dat we die willen versterken. Naast het Confucius Instituut, dat in de eerste plaats bedoeld is voor het onderwijs en onderzoek naar de Chinese cultuur en talen, in het bijzonder Mandarijn, hebben we dus ook een veel bredere, scope gegeven aan dit instituut, dat het instituut eigenlijk ook zich gaat bezighouden met de grote culturele diversiteit van Suriname. En dat is ook een van de belangrijke speerpunten die we hebben geformuleerd. Naast deze relaties met het Confucius Instituut zijn we ook bezig met andere universiteiten, dus andere gebieden binnen universiteiten in China, relaties te ontwikkelen. En dan noem ik de Peking University, zijn we bezig. Het is de universiteit in Beijing. En de Zhejiang SITEC Universiteit in Hangzhou. Dat is ook de universiteit waarmee we intensieve relaties hebben ontwikkeld voor wat betreft de uitvoering van het Confucius Instituut. Jack Menke, bestuursvoorzitter van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Het bestuur hield gisteren een persbriefing om de samenleving te informeren over de ontwikkelingen op het instituut. De briefing vond plaats in het bestuurskantoor.